Dit zijn de hoofdrolspelers in het slotstuk van het Belgisch internationaal kampioenschap 2001. Vorig weekend verreden de Rallye du Condro rondom Huy. Evenement waar het altijd herfst is met veel regen en gladde proeven. De omstandigheden zijn prachtig bij de start. Vorige week zaterdag, dit is Bruno Thierry. Normaal het wereldkampioenschap rallies met een officiële Skoda. Tegenstanders Pieter Tjoen met startnummer 2, de Belgisch kampioen van dit jaar met de Toyota Corolla. En met startnummer 3, Larry Coles met de Peugeot 206 World Rally Car. 206 die in België afgelopen jaar absoluut niet competitief was. Peugeot heeft een gloednieuwe auto laten overkomen. De omstandigheden zijn echt voor de 206. Leider in de openingsfase. Natuurlijk is ook de zevenvoudig Belgisch kampioen aanwezig. Patrick Snijers met een Subaru Impreza World Rally Car. Wij gingen naar Huy om vooral te kijken naar de Nederlandse inbreng. Die is er in de persoon van Rocco Teunissen met de Toyota Corolla World Rally Car met startnummer 4. Vijfde in de openingsfase van de wedstrijd. En dan is er nog met startnummer 10 Erik Wevers uit Markelo met de Toyota Celica GT4. Maar Wevers rijdt een niet al te sterke wedstrijd. Slechts 9 algemeen in het eindklassement. Maakte nogal wat foutjes. Strijd vooraan, zoals gezegd, in openingsfase Larry Coles met de Peugeot, gevolgd door de Skoda van Bruno Thierry. Oui, je suis surpris surtout d'être dans le coup comme ça directement. Maintenant, on sait qu'on a une très bonne voiture, très performante au niveau voiture privée, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis le parcours me convient vraiment bien et je sais pas, je suis bien, je me suis à l'aise. Het gaat iets te snel voor onze auto, denk ik, want we komen iets te kort. Maar ja, nu zit je het verschil tussen de laatste nieuwe auto's van 2K en de nieuwe Peugeot tegenover een auto van over 2 jaar. We zitten ook met het probleem dat de eerste 3 met evolutiebanden evolutiebanden rijden. En wij hebben maar gewoon de standaardbanden, dus dat scheelt ook een halve seconde per kilometer zeker. De ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Als je kijkt, het verschil met de auto in Ieper en nu hier. Ja, ik denk dat we dat zijn de Toyota ook door moeten blijven ontwikkelen. Larry Coles leidt de wedstrijd verrassend met de Peugeot. Gevolgd door de Skoda van Bruno Thierry, die het tempo goed kan volgen. Daarachter zitten Rocco Teunissen en Pieter Tjoen. Beide in een Toyota Corolla World Rally Car. Er werd trouwens in de Condors Rally veelvuldig gesproken over een mogelijke opzet van een nieuw internationaal kampioenschap. Met wedstrijden in Nederland, België en Luxemburg. Dat nieuwe Benelux-kampioenschap zou volgend jaar februari moeten gaan beginnen. Wat vindt de Nederlandse top ervan? Ik vind het sportief gezien rally-technisch gewoon helemaal een uitdaging. Ja, tuurlijk. Niks liever. Super. Ze hebben verschrikkelijk mooie wedstrijden daar. En 3 grootste hier. En dan heb je een prachtig kampioenschap. Even met 2 pet op, wordt eraan gewerkt? Ja, er wordt wel aan gewerkt, maar ik moet zeggen dat de medewerking van de kant van België en Luxemburg minimaal is. Maar waarom zeggen de Belgen dan dat de Nederlanders niet willen? Ja, geen idee. Wat wij horen is dat de Belgen niet de Nederlandse rallies willen rijden. Dus. Maar goed, ga ik weer opnieuw contact opnemen. De Nederlandse Autosportbond kan voorop gaan lopen in dit nieuwe Benelux-kampioenschap, wat op de voet wordt gevolgd door topriders als Rocco Teunissen en Mark Breyer. Want als het kampioenschap er komt, zouden dat soort mannen weer wat vaker in Nederland acte de passance kunnen geven. Plus de Belgische top. We zitten in de slotfase van de eerste dag van de Condros Rally. Teunissen ligt 4e algemeen. Een beetje geholpen door een behoorlijke klap van een snelle man in de openingsfase, Chris van Woensel. Hier met de groep A-Mitsubishi van Peter Bijvelds. Van Woensel is misschien te snel en gaat er behoorlijk hard vanaf. Resumé van dag 1 van de Condros Rally, waarin de Peugeot van Coles verrassend leidt, de Skoda van Thierry dus wel competitief is. En de Toyota's van Tjoen en Teunissen, die het hele seizoen al oppermachtig in België waren, dus het tempo in één keer niet kunnen volgen. Het wordt dus de hoogste tijd dat de Toyota's nog verder doorontwikkeld worden. Voorlopig is de achterstand er. En een behoorlijke achterstand op deze Larry Coles, die de wedstrijd alleen maar hoeft te controleren tijdens dag 2. Coles krijgt problemen met het differentieel, ziet zijn voorsprong teruglopen en Thierry zet de aanval in. Laatste proef van de wedstrijd rijdt Coles dan 2 maal lek. En dus gaat de overwinning naar een team wat normaal helemaal achteraan meerijdt in het wereldkampioenschap rallies. Skoda en de Tsjechen zijn daar dolblij mee. En dit zijn de 2 platvoezen van Larry Coles. Het verhaal dan van Rocco Teunissen, die rijdt een hele vervelende tweede dag met te veel problemen om op te noemen.
Zijn eindklassering uiteindelijk zesde algemeen. Erik Wevers wordt negende.